Zo een hele goede morgen. Kijk, en nu ben ik dus voor mijn gevoel een beetje overbelicht. En zou ik dus een wat donkerder kunnen zetten. Nou, dit is misschien iets te veel van het goede. Maar dit is misschien beter. Ik heb geen idee. Ik ga het terugzien in de beelden. ik zit lekker op mijn gemakje. Ja, daar zie je waarschijnlijk niks van. Ik zal proberen een beetje in te zoomen. Kijken of je dan wat ziet. Kijk, daar komt wat. Gezellig een Harry Potter marathon te houden in mijn eentje. Oh, dan moet ik wel even uitzoomen natuurlijk. Ik zit lekker in mijn eentje een Harry Potter marathon te houden. Ik heb bij bol.com alle films gekocht. Die had ik namelijk nog niet compleet. En ook de films van Fantastic Beasts. 1 had ik al in de bioscoop gezien. 2 heb ik nog helemaal niet gezien. Maar die wil ik helemaal aan het eind kijken. Ik ben nu begonnen. Ik heb de Philosopher's Stone helemaal af nu. En ik ben nu begonnen met Chamber of Secrets. En dan kijken hoe ver ik kom. Ik ga straks wel even de deur uit. Ik wil eventjes naar de kringloopwinkel bij mijn zus. Sowieso vind ik dat wel even gezellig. Maar ik mis nog 2 Harry Potter boeken. Ik heb geen idee waar mijn laatste boek is gebleven. Boek 7, die mis ik. Dus even kijken of ze die hebben. En ik heb boek 3 heb ik wel. Maar die is niet meer zo mooi. Dus ik ga even kijken of ze daar een beter exemplaar van verkopen. En zo niet, dan niet. Maar ik kan het in ieder geval proberen. Dus ik ga dadelijk lekker even die kant op. Ja, weet je, het weer is gewoon niet heel best. Het is een beetje bewolkt en niet heel warm. Dus ik had zoiets van, nou ja, weet je wat? Dan doe ik lekker gewoon op mijn gemak... Dit soort dingen. Morgen ga ik nog met mijn ouders op bezoek bij mensen die we op de vakantie hebben leren kennen een paar jaar terug. Die zijn naar Leiden verhuisd, geloof ik. Of niet op Leiden door. Nou, dichtbij in ieder geval. Dus dan gaan we even op bezoek. Ik moet morgen naar de revalidatiearts voor mijn benen. Joh, en ik heb nog tijd zat. We zouden zaterdag naar Amsterdam gaan, maar dat gaat niet door omdat het weer gewoon niet al te best wordt. En we willen gewoon een keertje als het lekker weer is, dus dat komt nog wel een keer. Zondag ga ik misschien nog met wat mensen van de skivereniging eten, maar dan moet ik nog even beslissen of ik dat wil. Het wordt gewoon echt een relaxed weekje vakantie, heb ik besloten, want dat is gewoon ook wel eens lekker. En kijk, is het nou hartstikke mooi weer, dan ga ik er wel op uit. Maar met dit weer, ja, voel ik die behoefte gewoon niet zo sterk. En dan is een Harry Potter marathon natuurlijk wel hartstikke leuk. Vanavond natuurlijk kaart, want dat gaat nog 2 weken door, volgens mij. En dan is het vakantie. Dan sluiten de locatie waar we zitten. Dus dan kunnen we daar ook verder niet naartoe. En ja, voor de rest ben ik gewoon aan het genieten van mijn nieuwe camera, jongens. Ik ga ook vanmiddag eventjes alvast wat beelden eraf halen. Gewoon even om te kijken hoe ze eruit zien. Heel benieuwd naar. Ja, echt superleuk. En je kan ook geen idee wat dat is. Oh, is dit ook een soort van zoomen? Ik weet het niet zo goed. Ja. Blijkbaar is dat ook een soort van zoomen. En ik heb hier nog een knopje waarvan ik even niet zo goed weet wat ik ermee moet. En hier, maar goed, daar komen we allemaal wel achter. Suus komt vrijdag ook, dus die kan me ook nog wel het een en ander uitleggen over de camera. Dus dat wordt ook super leuk. Daar heb ik ook heel veel zin in als zij gezellig komt. Dus dat wordt sowieso een hele leuke dag. En ja... Ik ga jullie straks meenemen naar de kringloopwinkel. Ik moet iedere keer even wennen waar die knopjes nou ook weer zitten. Nou, het was veel te druk bij Laura in de kringloop om te filmen. Dat was wel jammer.
Maar vrijdag gaan we er nog een keer naartoe. Dan met Suus. Dus dan hoop ik dat ik dan even kan filmen. Want Laura vindt het natuurlijk ook altijd leuk. Maar ze had het zo ontzettend druk met klanten en dergelijke. Dus ja, dat was geen doen. En ze hadden ook de boeken niet die ik zocht. Helaas. Ja, dat moet je natuurlijk ook maar net treffen. Het zijn twee hele specifieke boeken die ik zoek. Dus ja, dat weet je dan ook nooit zo goed. Toen ben ik terug naar huis gegaan en heb ik eigenlijk een Harry Potter marathon gehouden. Ik ben nu halverwege film 3. En nu ben ik even gestopt. Het is inmiddels 16:30, dus mag ook wel. Ik heb een heerlijk dagje gehad. Vanavond lekker kaart, heb ik ook zin in. Ik denk dat ik jullie een keertje meeneem. Dat is ook alweer een poosje geleden. En ja, morgen dan gaan we op bezoek bij mensen, had ik al verteld. Moet ik naar de dokter. Nou, en dan zien we het wel. Morgen wordt het mooi weer, dus ik moet even kijken. Want ik ga in ieder geval fietsen. Maar ik denk dat ik op de fiets naar de revalidatiearts ga. En dat ik daarna, als ik daar klaar ben, want ik moet er geloof ik 14:45 zijn. Nou, dat zal niet heel veel langer dan 1 uur of 3 duren. Hoop ik, als die niet al te veel uitloopt. En dan zal ik eens eventjes kijken of ik daarna nog een stukje kan fietsen. Want dat is ook wel lekker. Zo langzamerhand begint het zonnetje een beetje te schijnen. Dus ik hoop dat dat morgen ook nog het geval is. Dat zou heel fijn zijn. En verder ben ik nog steeds helemaal blij met mijn nieuwe camera. Ik blijf er maar dingetjes over opzoeken en instellingen en... Nou ja, dit schijnen voor in ieder geval het vloggen goede instellingen te zijn. Dus ik hoop het dan maar. Maar ja, helemaal blij mee. En nou, vanavond als ik terugkom ga ik lekker de weekendvlog editen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Het was natuurlijk super, super leuk. Ja, jullie hebben hem al gezien. Ik moet de beelden nog terugkijken. Maar ik ga ervan uit dat ze leuk zijn geworden. Want ja... Het was echt een mega leuk weekend. Dus ja, daar heb ik ook gewoon heel veel zin in. Vergeet ik alsnog de camera mee te nemen. Lekker handig. Goed, dat gaat natuurlijk wel doen. We staan als er. Camera vergeet ik niet, maar even mijn telefoon. Dus en zo zit je dan. Op weg gaat die hand op de camera. Zo zit je dan te wachten dat je er bent. Mijn volgende bordje mag ik hier meedoen. Gelukkig. Ik zal nog even andersom wat filmen. Goedemiddag, het is woensdag vandaag. Het is een beetje anders gelopen dan ik had verwacht, maar goed, want het is al dik middag. Hoe laat is het nu? 13:50 alweer. Jeetje, wat gaat dat toch snel. Gisteravond was ik dus mijn camera alsnog vergeten, maar ik heb even met mijn telefoon gefilmd. Het was super gezellig. Toen ik thuis kwam heb ik nog even de weekendvlog geëdit. Maar die heb ik besloten om in 2 keer online te doen. Vanochtend is deel 1 online gekomen. Morgenochtend deel 2. Want ik wilde er gewoon niet te veel in knippen. En anders werd die wel heel erg lang. Dus dat is leuk. En dan gaan we nu, ga ik nu naar de dokter. Want ik moet naar de revalidatiearts voor mijn benen. Dus dat is ook niet echt iets om te vloggen. En dan is de dag alweer zowat om. Jeetje, het gaat wel snel, maar goed. Nou ja, ik zal vanavond hoogstwaarschijnlijk nog wel even tegen jullie aankletsen. En ja, vandaag is gewoon niet zo'n enorme vlogdag. Want vanochtend zijn we dus bij die mensen geweest in Leiderdorp. En ja, ik wilde daar niet vloggen, want die mensen had ik al heel lang niet gezien. En het is een beetje raar natuurlijk, hè. Tenminste, ik vind dat altijd een beetje gek. Ik denk, ja, doe maar niet. Was super gezellig. Heel leuk huis hebben ze daar. Maar goed, toen waren we om 12:30 was ik zo'n beetje terug. Toen moest ik tanken. Toen stapte ik hier uit. Toen kwam ik een oud klasgenoot tegen. Daar heb ik nog een hele tijd mee staan praten. Net nog even een mailtje voor mijn werk gestuurd. Nou, en nu is het alweer 13:50. Het gaat hartstikke snel. Dus
Ik ga zo de fiets pakken en dan richting revalidatiecentrum. Zo. Even kijken hoor. Wat instellingen, want het wil allemaal niet zoals ik het wil. Ken je dat? Ik ga alleen eventjes naar de revalidatiearts, dus ik neem de camera niet mee. En toen ben ik toch nog maar even naar de kapper gegaan. Ja, er is niet iets spectaculairs gebeurd hoor jongens. Ik heb het alleen even laten knippen. Het ziet er in ieder geval weer een stuk gezonder uit. Ik ben weer bij Brainwash geweest. En het grappige is dat ik daar hele slechte berichten over hoorde. Ze zijn al een aantal keer in een YouTube video geweest met de slechtste kapper. Maar ik moet zeggen, ik ben wel tevreden eerlijk gezegd. Nou ja, gelukkig maar. Dus ook weer mooi. Ik ga nu de deel 2 van de weekendvlog even afmaken, want die moet morgenochtend online. Sorry. Het is een beetje een crappy vlogdagje vandaag. Maar dat kwam toch ook weer door allerlei omstandigheden. Dus it's not my fault. Jawel, is het wel. Want ik paal wat ik wel en niet film, maar het liep gewoon even anders. Maar in ieder geval ga ik nu eventjes zorgen dat de weekendvlog deel 2 online komt morgenochtend. Zo, de vlog is inmiddels aan het renderen. En ik wil even wat YouTube filmpjes kijken. Maar ik heb inmiddels lekker mijn kloffie aan. Tenminste, dit shirtje had ik al aan. Maar ik heb gewoon lekker de rest zo uit. Ik wilde dus een filmpje kijken. Maar dat doet hij niet zo lekker als hij aan het renderen is. Dat geeft dat... Ja, dat vergt blijkbaar best wel veel van je computer of van je laptop. En als je dan ondertussen ook nog een YouTube filmpje gaat zitten kijken, dat vindt hij dan niet zo grappig. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb hier mijn tablet neergezet en ben daar een filmpje op aan het kijken. Maar wat ik nu dus de hele tijd doe is... En het dan gek vinden dat hij het niet doet. Oh, een mens is ook gewoon een dier ook hoor. Ongelooflijk. Nou, ik heb de vlog dus geëdit. Deel 2 van de Groningen vlog. En oh my gosh. Dat hadden er best 3 kunnen zijn. Ja, het is dat ik niet helemaal een logische knip kon maken. Want anders had ik er 3 van gemaakt. Want deze is alsnog wel best wel heel lang. Ik weet niet, even kijken. Ja, nu moet die. Nu zit ik gewoon op mijn computer. Dus zou die het gewoon moeten doen. Nu is mijn muis daar helemaal mee op. Opgehouden. Oh, daar is die weer. Kan ik het zien? Nee, ik kan het niet zien. Zo even 1, 2, 3. Denk ik hoe lang die wordt. Nee. Nee, ik kan het even niet zien. Maar dat geeft niet. Hij is nu op 85%. Dus hij is er wel bijna. Maar ik moest zo lachen. Ik denk, ach. Dat is... ik moest even voor mezelf lachen. Dat heb je wel eens. Voor de rest gewoon lekker een avondje even, vakantie vieren. Heerlijk, ja. Sorry jongens als je het niet boeiend vindt, maar dit is wel een beetje hoe ik ben. Ik maak soms hele leuke dingen mee. En daar vlog ik dan ook graag over. Maar ik maak soms ook gewoon helemaal niks mee. En dan probeer ik wel een beetje te vloggen. Alles wat dan nog een beetje vlogbaar is. Maar dat zijn vooral kletstukjes naar jullie toe. Dus ik hoop niet dat je dat erg vindt. Maar goed. Morgen wordt er denk ik nog wel even gefietst. Morgen wil ik wel nog even. Ik moet nog even wat administratiedingetjes doen. En opruimdingetjes wil ik morgenochtend doen. Als ik een beetje bij tijd opsta, dan moet dat wel lukken. En dan misschien morgenmiddag nog even fietsen. Kijken of er nog iemand meegaat. Maar... Anders ga ik even alleen fietsen. Mijn haar ben ik blij mee. Ondanks dat het niet heel veel veranderd is, zie ik toch wel verschil. Dus dat is fijn. En vrijdag komt Suus natuurlijk. Dus daar wil ik morgen ook nog weer wat boodschapjes voor doen. En nou, ik wil nog verder met mijn Harry Potter marathon. Genoeg te doen in ieder geval. Maar ja, niet altijd even vlogbaar. Maar goed, ik vertel jullie graag wat ik allemaal heb uitgespookt.
Oh ja, ik zal je nog eens wat grappigs vertellen. Nee, grappig, schaamde me dood. Ik was vanmiddag, toen ik klaar was bij de kapper, was ik nog even gauw een kledingzaak ingegaan. Omdat ik een blouseje wilde passen. Nou, dat paste verder niet, dus ik heb het weer weggehangen. Maar toen heb ik mijn t-shirt dus weer aangedaan. En toen kwam ik thuis en toen bleek dat ik die al binnenste buiten had aangedaan. Suf! Nou ja, dus ik heb naar huis gefietst. Want ik had geen jas aan, want het was hartstikke lekker weer. Dus ik heb naar huis gefietst met mijn shirt binnenste buiten. Is dat wat? Ach, nou ja. Of het is niemand opgevallen of die mensen dachten, ach gos. Kijk, die meid in die rolstoel, die heeft haar shirt verkeerd om aan. Nou ja, boeien. Goedemorgen. Oh, houden ze nu net op? Nee, toch? Het is donderdag vandaag. Het is 8:00. En nu kappen ze ermee. Gaan ze nog verder? Dit meen je niet. Hadden ze het dan niet een uurtje later kunnen doen? We zijn hier al de hele ochtend aan het maaien namelijk. Ja, ik kan mezelf even filmen, maar ik ben echt net wakker. Tenminste, al een uurtje vanwege dus. Maaien. De hele ochtend. Het is nu pas 8:00 en nu kappen ze ermee. Ik word hier niet blij van. Maar goed. Ik ga koffie maken. Zo, inmiddels al iets meer wakker. Ik ben echt blij met mijn haar trouwens. Maar het is nu 9:30, dus het mag ook wel. 1,5 uur later. Maar wat was dat irritant vanochtend zeg. Ik baalde echt als een stekker. Ze zijn denk ik om 1 uur of, nou 6:30, 7:00 al begonnen. En om 8:00 dacht ik echt van bloedzagrijnig van nou ga ik mijn bed maar uit. Want nou kan ik toch niet meer slapen. En toen stopten ze er precies toen mee. Maar goed, geef niet. Mijn vader komt zo even. Die komt even wat dingen in huis doen. En vormen, mijn vloer en dat soort dingen. Dus dat is heel fijn. Nou, het lijkt mooi weer te zijn. Dus vanmiddag gaan we lekker even fietsen. Daar heb ik ook zin in. Morgen komt Suus. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, gewoon weer lekker een dagje. Ik heb vanochtend eventjes stiekem wat gewerkt. Omdat ik toch wat mailtjes binnenkreeg waarvan ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. Anders blijf ik er maar in mijn hoofd mee zitten. Dus nu heb ik ze beantwoord en dan is het ook uit mijn systeem. Dus dat vind ik toch prettiger dan. Dus, en het is niet zo heel veel werk geweest, dus dat scheelt ook. En dan zitten we alweer in het laatste deel van mijn vakantie. Nou ja, nog donderdag de hele dag, vrijdag, zaterdag, zondag, nog 4 dagen. Want het weekend tel ik gewoon mee als vakantie. Want ja, die horen er ook gewoon bij, vind ik. Ik ga even op mijn vader wachten. Zo, het is alweer aardig wat uurtjes verder. Ik ben in mijn slaapkamer, zoals je ziet. Papa is inmiddels geweest. Dus het huis is weer lekker schoon. Dat is wel fijn als Suus morgen komt. En ik was nog eventjes naar dorp geweest. Want ik moest even medicijnen ophalen bij de apotheek. Die waren er niet, dus dan moet ik morgen nog even terug. Maar ik had nog wat gekocht. Ik ga er maar 1 ding van houden, maar ik wilde het jullie toch even laten zien. Want nou, ik vond dit rokje bij de Hema. En het is super leuk. Het is een elletje. En die past ook wel, maar hij is veel te kort. Dat is wel jammer. Ik dacht dat het misschien net genoeg zou zijn. Maar helaas. En toen bij, hier zit beneden een boutiqueje. Waar ik deze broek vond. En die vond ik ook wel heel erg leuk. Maar hij is vrij skinny aan de benen. Dus mijn stalpootjes passen daar helaas niet in. Want aan de bovenkant, ondanks dat er geen... hoe heet dat? Elastiek in de band zat. Zou dat wel goed zijn? En deze... Die vond ik ook super leuk. En die past wel. Dus die ga ik houden. Dat is van het merk Zenzi. Daar is deze rok die ik heb ook van. Heel leuk merk. Zowel, ja, het is een merk voor een maatje meer. Dus ik hou er wel van.
superleuk. Dus deze ga ik houden. En die twee ga ik terugbrengen. En we zouden misschien nog gaan fietsen. Maar dat gaat er niet meer van komen. Ik belde papa net even. Maar hij zei ook van ja, het gaat misschien regenen. En ik weet het niet. En nou, ook helemaal prima. Doen we dat lekker niet. Maar toen dacht ik. Oh, dan wil ik eigenlijk wel eventjes naar de stad. Sorry, ik ben afgeleid. Want ik zie weer een dingetje op mijn camera. Die ik ook weer kan draaien. Waarvan ik niet weet wat het is. En ik daar wel nieuwsgierig van word. Nou ja, maakt niet uit. Anyway, ik ga even naar de stad. En mama gaat gezellig met me mee. Dus dat is wel even leuk. Zo. Nou, je raadt het al. Wel naar de stad geweest. Niet gevlogd. Ik ga even... Je raadt het al. Wel naar de stad geweest. Niet gevlogd. Het was zo druk. En als ik dan met bijvoorbeeld Suus ben of zo... Dan... Vind ik het toch minder erg. Want dan vloggen we allebei. En dan, maar met mijn moeder, ja, ik weet het niet. Ik vond het een beetje lastig. Ik heb wel leuke dingen gekocht, dus dat ga ik jullie even laten zien. En dan zal ik jullie wel een keer laten zien als ik het aan heb. Ik ga even mijn lichtinstelling een beetje bijwerken. Want dit is meer hoe het eruit ziet. Ik heb een hele leuke, een heel leuk badpak. Een ontzettend leuke plissé rok. Die zag ik bij een, in een video van Edith samen met Irma Knol. En toen dacht ik, oh, die moet ik ook hebben. Een hele leuke donkergroene broek. En een heel leuk donkergroen shirtje. Dus nou, dat ga ik even allemaal op mijn gemak even passen. Kijken of ik het aan kan. Tegenlicht, die kan beter. En dan... Nou, laat ik jullie ook wel even zien hoe het staat natuurlijk, hè. Want nou, dat badpak misschien niet, weet ik nog niet. Ligt er een beetje aan. In ieder geval ga ik eens even passen wat ik allemaal heb gekocht. Zo, een hele goede morgen. Het is vrijdag, het is 9:45. Ik eet even mijn ontbijtje op. Suus komt er zo aan, denk ik. Ja, supergezellig. Heel veel zin in. Kijk, dit is het shirtje wat ik gisteren bij de Primark heb gekocht. Die rok stond niet, dus die gaat terug. Die broek, die zit niet lekker, dus die gaat ook terug. En dat badpak is super leuk, maar dat vond ik een beetje heftig om zo aan jullie te laten zien. Dus dat gaan jullie, als ik op vakantie ben, ongetwijfeld gaan jullie hem dan voorbij zien komen. En nu ja, ga ik even een YouTube filmpje kijken, denk ik. Ondertussen even mijn ontbijtje opeten en dan wachten tot Suus komt. Kijk jongens, zie je? Ja. Hallo. Je bent lekker tegenlicht, dus je bent heel donker. Goed te zien. Ah, dat zo wel. Nou hoi, ik ben er weer. Was al wel. Weer bij elkaar. Nog geen 2 weken geleden. Nee. 13 dagen. Morgen was 2 weken. Ja. Dus we gaan zo even lekker naar de Haagse Markt. Even koffie opdrinken. Pa en ma gaan even mee, dus dat is ook wel gezellig. En we gaan op de fiets, want Suus heeft haar fiets meegenomen. Ja, die staat achterop. Dus die gaat Bianca de vader even helpen met aftillen. En dan gaan fietsen. Zien jullie mijn ouders ook weer eens, want dat is al een tijdje geleden weer. Nou ja, een week. Maar goed, het is toch lang. Nou, we zijn op de Haagse Markt aangekomen. Kijk, papa is ook mee. Mama is ook mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Papa, kan ik die camera niet gewoon aan jou geven? Nee. Nee. Kijk, Suus is er ook. Welkom op de Haagse Markt. Ja, dankjewel. Oh, nou moet ik niet mensen aangerijden. Dat is ook niet de bedoeling. Ik ga hem hier even wegstoppen. Want... Ja. Kijk. Dezelfde als Suus. Ja. Maar ik ga hem hier even wegstoppen, want druk en zo. Ja. Nou, we zijn al de markt over geweest. Maar we zijn nu bij de vismarkt aanbeland. Kijk dan. Ik heb geen idee wat het allemaal is, maar het ziet er allemaal heerlijk uit. Ja, het is vis. En waar zit de meeste vis? In de zee. Tussen de kop en de staart. Oh, nou, dat jullie het even weten. Zo, we zijn weer thuis. Ja. Yeah. Hey, we hebben lekker gefietst. Het was leuk op de Haagse Markt. En nu gaan we even lunchen, maar mijn brood moet nog even ontdooien. Dat het staat daar, is dat volgens mij, als ik het goed aanwijs. Daar, ja. Dus, en als dat nooit is, ga ik ook lekker eten. Suus heeft de eigen boterhammen meegenomen, dus ik kom mooi uit. Broodvis, gebakken en wie is dat allemaal beleg? Ja.
Kijk, en daar is mijn collega-vlogger. Hi! Dus, en dan gaan we vanmiddag even bij Laura kijken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Kijken. Zo jongens, maar, jullie hebben een pruik. Wat gaan we doen? Wil jij me even kijken? Zie je dit? Pruikje. En je hebt tegenlicht, dus ik moet het even zo filmen. Die heb ik nu ook. Dus ik kan mezelf niet meer goed in het scherm zien. En dat is eigenlijk maar goed ook, want ik kijk veel te veel in het schermpje. Dus dit dwingt me wel een beetje om dat niet te doen. Dus dat is altijd goed. Maar wat gaan we doen? We gaan zo even... We gingen een dorp zoeken. Naar het dorp gaan we. En we gaan naar Monster, naar de kringloop. Ja. Gaan we ook nog doen. Maar ik ga eerst plassen. Ja, dat moet ik ook. En dan ik? Nee. We zijn even bij Laura in de kringloop. Jawel. Dag Sas. Dag. Hoe is het nou? Heb je het trouwfilmpje gezien? Ja, ik heb het trouwfilmpje gezien. Goed gedaan, hè? Ja, absoluut. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Die had voor mij gefilmd naar haar man. Nee. Ja, die is lekker lang, dus die heeft zo dat had hij heel goed gedaan. En waar is Laura nou dan? Achter je. Oh, hi. Hi. Ik ga zo even. Hoe is het? Goed. Lekker aan het werk? Ja, zeker. Zo, nou, we hebben heerlijk gegeten bij Pama. Ben ik nou ingezoomd? Wacht even, jongens. Nee. We hebben heerlijk gegeten bij Pama. Lekker bloemkool, boontjes. Heerlijk. En ik weet niet, we zitten nu een beetje te Harry Potteren. Want dat kan ik gewoon hier vanuit mijn huis, dat weten jullie. En Suus is nu even... daar... mijn uitzicht aan het filmen. Want ja, dat is ook natuurlijk wel erg mooi, hè? Dat weten jullie. Ik hou er ook van. En? Vind je het mooi? Ja, prachtig. Ja, hè? Ik heb zelf op 7 hoog gewoond, dus ik vind dit gewoon wel mooi. Ja. Ik hou er wel van. Deur open laten? Of? Ja, laat maar open, hoor. Hier moet nog even wat nieuws in. Morgen maar even verzinnen. Ik ga jullie niet meenemen, maar ik ga nog even naar de Hoogvliet. En Suus, die loopt gelijk mee, want het zit er alweer op vandaag. Gaat zo snel. Ja. Echt, hè? Ja, heel ernstig. Ja, volgende keer toch maar een weekend. Ja, dat is een beetje. Het gaat echt veel, veel, veel snel. Maar het was wel een leuke dag, vond je niet? Ja, absoluut. Ja, ik heb het echt heel veel rol gehad. Erg naar ons zin gehad. En we hebben heerlijk gefietst. Ja, zeker weten. Dat was echt gewoon super tof. En de volgende keer gaat je vader mee, dan gaat hij de weg wijzen. Ja. Want hij zei, als je aan Bianca schudt, dan is je de weg al kwijt. Klopt, ben ik ook. En ik ken hier de weg niet. Nee. Dus nee, dan gaat hij mee. Dus, maar we hebben even goed lekker gefietst. Ja, op de wegen die ik wel ken. En lekker gegeten bij je ouders. Ja, dus ook dat. Ook wel heel erg luxe. Dus, zeker. Ja. Nou, dus wij gaan even snel naar de Hoogvliet. Doei. Tot de volgende keer, jongens. Ik zie jullie vanavond wel even, denk ik. En anders morgenochtend. Nee, want de weekvlog zit erop. Morgen begin ik natuurlijk met de weekendvlog. Ik ben iets langer met de weekvlog doorgegaan dan normaal. Omdat ik dit niet in 2 keer wilde knippen, want dat staat een beetje raar. Maar ik kom straks nog wel even bij jullie terug om af te sluiten. Zo, Suus heeft inmiddels geappt dat ze thuis is. Al een tijdje terug hoor, want het is al best wel laat. Ik heb lekker mijn pyjama aan en ik ga zo slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Doe een duimpje omhoog. Nee, weekvlog. De weekendvlog begint nog. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Dat het weekendvlog leek is omdat ik vrij ben, denk ik. Ik weet het niet. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie je in de volgende weekendvlog. En die begint voor mij lekker morgen. Dus tot dan. Doei doei.